Een tatoeage op je rug van een schilderij van Rubens. Dat leek de 21-jarige Jamie van der Deyl wel wat. Ze studeert aan de kunstacademie en loopt stage bij het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. Daar liet ze donderdagavond tussen de schilderijen van Rubens deze tato zetten. Een interpretatie van het beroemde schilderij Drie nimfen en de horen des overvloeds.